Goedemiddag allemaal, welkom hier bij de workshop Smart Marketing. Wat ik hier probeer te doen is in 1 uur, eigenlijk in vogelvlucht, een enorme hoeveelheid informatie over u heen te storten. Ja, wat is dan marketing? Nou, dat is heel breed, maar wat het in ieder geval niet is, dat is reclame. En een heel mooi voorbeeld daarvan is Apple. Als je gaat kijken naar Apple, dan doen die niet aan reclame. Die maken een product wat zo vernieuwend is en wat zo anders is dan van anderen, dat het zich vanzelf verkoopt. En in feite is dat de essentie ervan. Een goed product ontwikkelen waarmee je kunt onderscheiden. Nogmaals welkom. Ongelooflijk deze opkomst van voornamelijk 150 startende en gezettelde ondernemers die wij hebben mogen begeleiden in de afgelopen jaren. 2010 bleek voor ons deze spreuk op het lijf geschreven. Al 10 jaar spelen wij in op de behoefte aan goede ondersteuning en coaching van mensen met ideeën en met ondernemingszin. Vandaag vieren wij ons 10-jarig bestaan. We hebben er inmiddels heel veel meer dan 1000 begeleid. En daaruit spreekt gewoon hoeveel ondernemingszin er in Noord-Holland is. We zijn hier in Noord-Holland-Noord, Hoorn, Alkmaar, Den Helder, in een echte ondernemersregio. Dat weten we wel, maar dat zeggen we niet altijd, want dat is ook echt West-Fries. Dat zijn wij, de mensen. Dat bent u. Dat is Startwijzer. Hoeveel bruto nationaal product staat hier wel niet? Ik heb het boekje al mogen bekijken. Ik vond het allemaal prachtige verhalen. Want er zit veel meer in ons dan we vaak vermoeden. En het is heel prettig dat je dan door Startwijzer wordt geholpen, wat toch een soort kraamkamer is van ondernemen. Je hebt heel veel kinderen, Annie. En dat is natuurlijk prachtig als ze op je verjaardag allemaal zo komen. Vandaag 10 jaar Startwijzer. En ik vind het prachtig al dat ik hier binnenkwam, dat ik hier zoveel startende ondernemers zie staan. Ja, is overleven succesvol of is succesvol ook iets met passie, geluk, bezig zijn met je klanten? Jullie passie om een onderneming op te richten, uit te breiden, is een belangrijke motor voor die aandeeltjes hier in Noord-Holland. Dat het succes om tot een onderneming te komen is een reis en het is geen doel. Dat als je gelooft in je product, je gelooft in je eigen kracht om klanten te helpen met diensten of producten te verkopen. Steek daar vooral in het begin je tijd in. Als het gaat om ondernemen, dan hebben Startwijzer en de Kamer uiteraard wel wat met elkaar. Want we zijn allebei bezig met starters. Meer dan 6000 in de eerste 10 maanden hadden op een of andere manier contact met de Kamer van Koophandel als het gaat over voorlichting, hoe moet ik beginnen met dat ondernemingsplan, enzovoort, enzovoort. Maar juist Startwijzer is zo belangrijk dat die een dienst verlenen die die mensen helpen die dat niet allemaal zelf kunnen. Dus in het voortraject is het van belang dat er mensen zijn die coaching kunnen geven om die ondernemer het eerste jaar of de eerste periode te begeleiden. Ik spreek Hanny namens de Kamer de wens uit dat wij in veel groter omvang eigenlijk, misschien straks ook op het gebied van microfinanciering, samen gaan werken. En ik wens jullie, jou en vooral ook de medewerkers van Startwijzer, die natuurlijk heel veel werk verzetten, ook heel veel succes met de volgende 10 jaar. Ik ben bijzonder vereerd dat ik vanmiddag het eerste exemplaar van Passie voor Ondernemen mag uitreiken. Als wethouder Sociale Zaken en Economische Zaken blijf ik dit soort van initiatieven ook steunen. En met name ook de samenwerking met Startwijzer, waar wij hele goede ervaringen gewoon mee delen.
graag wil ik dan ook nu van dit moment gebruik maken om zeg maar, het eerste exemplaar van Passie voor ondernemen uit te mogen reiken aan Marjolein de Boer. Ik moet zeggen, dit is de eerste keer dat ik het eerste exemplaar van een boek uitgereikt krijg. Terwijl dat iemand zegt, jammer dat ik de stap niet veel eerder heb genomen. Dat ben jij, hè? Ja. Microfinanciering in Nederland is er voor iedereen met goede plannen die coaching nodig heeft. Of een krediet tot 35.000 euro. No